Hey, super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag tweede kerstdag en we hebben al een paar kerstdagen op zitten. Ik heb kerstavond gevierd met een lief vriendinnetje en daar ben ik ook blijven slapen. En gisteren zijn mijn ouders en ik naar de caravan toe gereden. En toen hebben we lekker gegeten. We hebben als voorgerecht witte bieten carpaccio gegeten. Hoofdgerecht vegetarische carbonara en nagerecht witte chocolademousse. Was erg lekker. Daarna zijn we alle drie in een foodcoma beland. En we zijn best wel laat wakker geworden, maar ja, goed, maakt niet uit. En we zijn ons nu klaar aan het maken om richting Voorschoten te gaan rijden. Waar we vanmiddag hebben afgesproken met mijn opa, broer en schoonzus gaan we lekker gourmetten. En daarvoor ga ik nog eventjes lunchen of een bakkie doen met een vriendinnetje. Dus we hebben het druk. Dus ja, we moeten er nu van door. Ik ben alweer een tijdje thuis en ik had net een sollicitatiegesprek. Het was echt de kortste die ik ooit in mijn leven heb gehad, maar was best wel positief. En ik hoor morgen al of ik in aanmerking kom voor een klikgesprek. Dat houdt eigenlijk in dat je kennis maakt met het bedrijf waarvoor je gaat werken, want dit is via een soort van uitzendbureau. Dus ja, dat is best wel snel en daar ben ik best wel blij mee. Dus ik ga echt heel hard hopen dat ik daarvoor in aanmerking kom. Ik ben echt heel erg moe. Dus ik ga vandaag echt even helemaal niks meer doen en op tijd naar bed. Dus morgen dan gaan we weer even lekker een beetje structuur in alles brengen. En morgenochtend heb ik gewoon weer sporten of afspraak met mijn personal trainer. En ik ga even lekker wasjes draaien, schoonmaken. Ik moet ook eventjes naar het dorp toe. Dus dan zijn we weer wat actiever. Maar ik ga nu echt op de bank en ik ga het makkelijkste ooit koken. En ik vind het helemaal goed.
het is ondertussen woensdagmiddag. Ik heb vanochtend lekker gesport en even begonnen met mijn huis op te ruimen. Ik denk dat ik zometeen ook mijn kerstboom ga aftuigen, want waarom niet? En ondertussen draaien er ook weer een paar wasjes. Dus ik ben gewoon lekker relaxed aan het opruimen en schoonmaken. En ik moet ook een aantal dingen regelen voor het nieuwe jaar, want er gaat heel wat veranderen voor mij in het nieuwe jaar. Maar dat ga ik met jullie delen in de volgende video, omdat ik nog een aantal mensen moet benaderen over een paar dingen. En het zou een beetje raar zijn als ze dat via mijn vlog allemaal zien. Maar ja, er gaan heel veel positieve dingen gebeuren en ik vind het wel heel spannend, maar het is ook heel positief allemaal, dus ik heb er ook heel erg veel zin in. Dus ik ben veel lijstjes aan het maken op dit moment, dus misschien kan je het al een beetje raden, maar ik ga het volgende week pas echt vertellen. Maar voor nu ga ik gewoon even lekker de kerstboom weghalen en even lekker stofzuigen en dweilen en daarna spring ik lekker op de bank met een serie. Let's meet down at the lonely lake before summer has gone away. Swim out under a broken sky. Goedemorgen, het is donderdagochtend en ik sta op het punt om eventjes naar het dorp te gaan om nog eventjes wat snackjes te halen voor oud en nieuw. Ik ben alleen met oud en nieuw, ik zit hier gezellig met mijn katjes en nee, ik vind het echt totaal niet erg. Ik ga overdag op oudjaarsdag nog met een vriendin en haar vriend op pad, dus ik vind het helemaal prima. Maar toen bedacht ik me gisteren van ja, ik wil eigenlijk wel iets van een lekker snackje of zo op oudjaarsavond. Dus dat ga ik nu even halen. Tell me something about yourself. You've never told to no one else. Say goodbye to lonely nights of last summer. Ik heb vandaag eigenlijk helemaal niet zo, of nou niet zo veel. Ik heb helemaal niet gefilmd, maar het is nu vrijdag. En vanochtend echt best wel weer laat wakker geworden, heel rustig aangedaan. Ik wilde sporten, ik heb het niet gedaan. Ik weet niet wat er deze week aan de hand is, maar motivatie is heel ver te zoeken. En dat is ook gewoon prima. Dus morgenochtend is het weer een nieuwe dag en dan probeer ik het weer. En ik heb lekker mijn haren gewassen vandaag. En zometeen komen er twee vrienden om gewoon gezellig samen te eten. We zouden eerst, of nou ja, we hadden nog niet echt een plan, maar we hadden het over uit eten gaan. Maar we konden niet echt wat vinden en ik vind gewoon de prijzen echt absurd hoog. Dus uiteindelijk hebben we besloten dat we gewoon lekker bij mij wat gaan eten. Dat is super gezellig, daar heb ik zin in. En ja, ik ga vandaag denk ik nog meenemen en morgen ook. Ik zag wel dat het volgende week wat beter weer wordt.
En daar heb ik erg veel behoefte aan. Want deze regen motiveert me echt tot heel weinig. Maar ja, is in ieder geval iets positiefs om naar uit te kijken. Goedemorgen, het is oudjaarsavond. Nee, het is nog dag. Oudjaarsdag. En als het goed is, worden echt binnen 5 minuutjes mijn boodschappen bezorgd. Dus die ga ik eventjes ophalen. Ik ga nu naar... Ja, waar ga ik het uitleggen? Ja, het is de familie van mijn personal trainer. En die woont hier heel erg dicht in de buurt. En de personal trainer is de vriend van een heel goed vriendinnetje van mij. Dus het zit een beetje raar op elkaar, maar zo zit het wel. En zij hebben me dus uitgenodigd om oliebollen te komen eten vanmiddag. Dus ik word zo opgehaald en dan gaan we oliebollen eten.